Goedemorgen, welkom bij dit webinar over modern datacenter. Ik ben Joris Adriaanse, Business Development Manager bij Fondo en ik ben hier met mijn collega Mark. Mijn naam is Mark van der Loogt, technisch specialist bij Fondo. In dit webinar gaan we in het komende uur jullie meenemen in een reis hoe je van een traditioneel datacenter naar een modern datacenter gaat. Ik zal zo meteen beginnen met een verhaal hoe we van de traditionele kant virtualisatie naar een hybride cloud, public cloud, moderne applicatielaag kunnen gaan. Mark zal daarna toelichten hoe dat in het VMware portfolio past, welke producten daarbij te pas komen. Uh, we eindigen vandaag met een hoop praktische informatie hoe u zelf zo'n modern datacenter kunt ervaren. Um, in de chat, in de QA van deze Zoom-webinar kunt u eventueel vragen stellen, die zullen we dan tijdens deze uitzending behandelen. Laten we lekker beginnen, mochten er vragen zijn, zet ze in de chat. Uh, dan wil ik graag beginnen met het IT Value Model. Dat is een van de modellen die wij vanuit Fondo gebruiken om onze klanten te helpen hun plaats in digitale transformatie van het datacenter te, te bepalen. Zoals u nu ook in beeld ziet, staan er drie kolommen met een, een hoop termen erbij. Ik zal even wat tekst en uitleg geven hoe deze te lezen is... en vervolgens lopen we samen technisch hier doorheen. We beginnen aan de linkerkant en wel links onderin. Eigenlijk al deze kolommen lees je van links naar rechts... gecombineerd met van onder naar boven. En zoals je helemaal linksonder ziet staan onder Virtual Infrastructure... daar bedoelen we eigenlijk het gedeelte mee... Zoals heel veel bedrijven al werken, het virtualiseren van je datacenter. Dus uh, in het geval van VMware een ESX-laag om te zorgen dat je virtuele machines op fysieke hosts kan, uh, kan draaien. Dan kunnen we eigenlijk, aan de linkerkant zien we dat als een infrastructure provider. Dus waar je dat nu uh, gevirtualiseerd aanbiedt, zou je dat misschien gevirtualiseerd aan willen bieden in een, uh, een cloudomgeving. Of zou je misschien schaalbaar naar de cloud willen gaan uh, of een disaster recovery willen doen. Dat betekent eigenlijk dat we een stap kunnen maken van linksonder naar één stapje omhoog, van een virtual infrastructure naar een private cloud. Um, om van je virtuele infrastructuur een private cloud te maken, betekent eigenlijk dat je meer gaat doen dan alleen uh, CPU en memory virtualiseren en aanbieden voor machines, maar dat we ook moeten kijken naar netwerk en opslag. Uh, Mark zal verderop in deze sessie daar wat, uh, wat praktischere informatie over geven, hoe dat in de wereld van VMware eruit ziet. Um, dit is een generiek concept wat eigenlijk op alle, uh, alle technieken geplot kan worden. Uh, onder een private cloud verstaan we over het algemeen een eigen datacenter wel op een al wat modernere manier. Dus inderdaad de opslag en het netwerk ook gevirtualiseerd, zodat we meer in, uh, in dat datacenter aan het doen zijn. Daarna kunnen we eigenlijk twee kanten op. We zouden een doorstap kunnen maken naar een hybride cloud. Um, het woord hybride zegt het al, hierbij kunnen we uh, gebruik maken van meerdere omgevingen. Um, vaak zien we bijvoorbeeld dat een klant een eigen public cloud gebruikt van uh, Amazon of van Azure of van Google Cloud of misschien van een derde partij service provider. Um, en dat combineert met zijn eigen private cloud. Dus dan heb je een koppeling tussen je eigen privé datacenter, je private cloud en je public cloud, waarbij je uh, misschien diensten daar hoog beschikbaar wil aanbieden of gewoon je hele datacenter als, uh, als, als tweede locatie in de cloud wil hebben. Het is natuurlijk ook mogelijk om dit bij een, een, een derde partij te doen. Dus stel dat u uh, niet naar een Amazon of een Azure zou willen, maar naar een Nederlandse hosting provider, is dit daar ook mogelijk. Mocht u nou om, om technische of privacyredenen niet naar de cloud willen, kunnen we ook al eerder een afslag maken naar rechts. En dan gaan we van de private cloud eigenlijk naar een IAAS-oplossing. Dat is, uh, IaaS is sowieso de volgende stap in het hele datacenterverhaal. Hè. We hadden aan de linkerkant als infrastructure provider. hadden we onze uh, CPU, memory, storage, netwerk al gevirtualiseerd. Dus dat hele stuk is dynamisch. Maar alles wat erop moet komen te landen. Uh, virtuele servers, inrichting. is nog steeds uh, voor de beheerder om uit te voeren. Als we naar een IaaS-platform gaan. Infrastructure as a service. kunnen we ook geautomatiseerd stukken infrastructuur uitrollen. Dus stel dat er vanuit een business een vraagstuk is voor een extra gevirtualiseerd cluster, een, een uh, catalogus om bijvoorbeeld diensten aan te vragen, dan noemen we dat een, een ias platform Als we daarna nog een stap verder maken als uh, business partner, dus we zijn al uh, als IT, zijn we al getransformeerd van infrastructure provider naar business partner. Dus ik denk daarbij ook dat als we dit soort facetten gaan doen, dat we echt een partner worden voor de business om te helpen uh, in het primaire proces, dus bijvoorbeeld in het zorg, zorgen we dat we snelle zorg kunnen verlenen, in de retail kunnen zorgen dat we sneller uh, leveren of produceren. Um, okay. dat, soort, uh, dat soort dingen. Dus we gaan van IAA's naar een Paas-oplossing. Uh, Paas is een platform as a service. En ook daar zie je zeg maar, dat we nog meer toegevoegde waarde gaan bieden. Dus um, naast dat we vanuit die servicecatalogus die we al hadden als uh, infrastructure as a service. Dat we ook bijvoorbeeld andere zaken als dienst kunnen gaan leveren, bijvoorbeeld uh, uh, containerapplicaties of andere, andere functies. We kunnen ook wat, uh, wat meer automatisering gaan doen. Um, we kunnen ook het autoriseren uh, wat verder toepassen. Eigenlijk wordt onze infrastructuur meer een platform waarbij we diensten aangeleveren leveren. En waarbij het steeds minder technisch wordt voor hetgeen wat we aanbieden, maar steeds functioneler voor die eindgebruiker. En dan schrijf je eigenlijk. Um, hè, dit, uh, Zoals ik dit nu had gedaan, is dit een zijstap vanuit private cloud. Dit kan ook een zijstap zijn vanuit public cloud of een hybride cloud. Dus dat is een combinatie daar. Dus als we doorgaan van die IA's verder naar die Paas, dan komen we naar boven toe naar uh, Everything as a Service. Die X staat in dit geval voor Everything. Dat betekent eigenlijk dat we alles wat we vanuit IT kunnen gaan leveren, uh, als dienst kunnen gaan, uh, gaan neerzetten. Volledig geautomatiseerd, we hebben onze infrastructuur geautomatiseerd. Uitrollen kan geautomatiseerd. Het consumeren van diensten, het consumeren van platformzaken, dat zien we eigenlijk allemaal als everything as a service. En als we dan een klein stukje vooruitspoelen, dat maakt ons eigenlijk dan klaar om uh, naar een, zoals we het noemen, een digital enterprise te gaan. Dus als we de eerste en de tweede pilaren, dus de infrastructure provider en de business partner uh, hebben gedaan, als we daar dat hebben bereikt of delen ervan hebben bereikt, biedt dat eigenlijk de mogelijkheid om een verdere stap te maken en niet alleen de business te ondersteunen, maar ook de business van meer waarde toe te voegen, bijvoorbeeld voor moderne applicatieontwikkeling. En waar heel veel bedrijven nog op een traditionele manier applicaties ontwikkelen of laten ontwikkelen, kan dat nu ook op een moderne manier met bijvoorbeeld een, een containeroplossing. Um, maar ja, om een containeroplossing flexibel en schaalbaar aan te bieden, eigenlijk als dienst, moet je wel die eerste stations gepasseerd zijn van een, een eigen cloud, een uh, infrastructure as a service, platform as a service. Dus al die voorzaken die, we tot, uh, voorzaken die we tot nu toe hebben gedaan, helpen allemaal om um, die nieuwe digitale innovaties aan te bieden aan onze klant. En dan kom je eigenlijk uh, gecombineerd langs bijvoorbeeld de DevOps-mensen, Modern Apps en Digital Business. Dus al die eerste stappen maken ons klaar om ons platform aan te bieden voor moderne applicatieontwikkelaars, uh, voor Internet of Things zaken. Eigenlijk alle manieren waarbij je IT niet meer ziet als. Um, een, een noodzakelijk kwaad als iets, ja, het moet er zijn, maar dat je IT echt kan positioneren binnen je bedrijf als um, helper, als versneller van, het, uh, van jullie primaire proces. Um, alles over deze hele linie um, gaat, uiteraard zoals, uh, zoals er onderin staat, um, veilig. Dus we zorgen dat we overal inzage hebben, uh, dat we uh, veilig zijn en in beheer zijn van alles wat we doen. En dat ook die eindgebruiker, dat we die niet vergeten, dus dat die ook blij is met hetgeen wat we hier aanbieden. Dus hetgeen wat we maken, hier zie je bijvoorbeeld bij de eindgebruiker, bij consumers, hier uh, apps erbij staan. Um, de, aan het begin zijn dit applicaties die we aanbieden vanuit het traditioneel datacenter, maar ook dit kunnen dan weer modernere applicaties zijn aan het eind van het verhaal. Um, dit, uh, dit, dit value model um, gebruiken we graag bij onze klanten om een positie te bepalen waar u staat in de reis van het moderne datacenter. Uh, om daarna te bepalen met wat voor producten dit dan ook uitgevoerd kan worden. Um, Mark zal jullie meenemen in het verhaal hoe dit toepasbaar is naar VMware technieken, wat dat uh, inhoudt. Vervolgens zou het ook iets technischer worden met uh, de aansluitingen daarvan van die producten, de, uh, de interoperabiliteit -oper van die producten onderling. Um, eindigen nog een stukje met uh, tips om dit te ervaren. En zoals ik zei, mochten er vragen zijn, uh, zet ze gerust in de chat en dan uh, gaan we die behandelen. Ja. Mark, ga je gang. Ja, yes, yeah. Als we dan gaan kijken, zoals Joris al uh, heeft toegelicht, wat uh, met het IT value model, welke technieken sluiten daarop aan. Uh, een introductie van het moderne datacenter. We beginnen in eerste instantie met de building blocks. Ja, de building blocks, de meeste van jullie zullen wellicht bekend zijn met uh, vSphere, ASICC en vCenter server. Dat, uh, dat, dat vormt je compute, uh, je CPU en je memory. Waar wellicht meer, het merendeel nog niet mee bekend is, waar u nog niet mee bekend bent, is vSAN, de Storage. Hiermee virtualiseren we de shared storage, wie je normaal gebruikt, virtualiseren we in software defined storage. En networking, software defined networking. Daarmee kunnen we fysieke netwerkfunctionaliteiten virtualiseerd gevirtualiseerd aanbieden voor u. Nou, daarbij heb je dus je hele compute, je storage en je netwerk in je virtualisatie sterk zitten. Dat moet ook beheerd worden, dat moet gemonitord worden en zaken moeten ook gelogd worden. Een stukje beheersbaarheid, daarbij gebruiken we producten uit de V-Rela suite en hier komt later nog veel meer over welke producten dat dan ook zijn. Samen is dit, valt dit onder VMware Cloud Foundation. En VMware Cloud Foundation is niet alleen maar on-premise in je datacenter, maar ook op de public cloud en de edge. We zullen eventjes inzoomen op, uh, op deze individuele producten en we, we starten hier eerst bij vSphere. Um, de compute biedt CPU in de vorm van rekenkracht, ramge in de vorm van geheugen en uiteraard de ESXi die zorgt voor het stukje virtualisatie. Kijken we naar management, dat is de VCenter Server. Select naar de productfunctionaliteiten, kijken we puur naar hoe beheren we een uh, cluster. Hoe beheren we een vizier een cluster? Nou, ja, dat is de meesten misschien wel bekend mee. Uh, er zitten verschillende functies daar: uh, HA, DRS, DPM, Host Profiles, Storage Policy Based Management. Uh, DRS, Distributed Resource Scheduler. Uh, Distributed Power Management voor uh, ja, bepaalde economische zaken om bepaalde hosts uh, op en af te schalen op basis van uh, de workloads. Nou, kijken we naar netwerkfunctionaliteiten. functionaliteiten. Dan hebben we een uh, standard switch, een distributed switch en ook software-defined networking. En software-defined networking, dat doen we binnen VMware met NSXT. Storage: nou, als we kijken naar de verschillende storage-typen, dan hebben we block-based, file-based storage en ook object-based storage. En, we, en wilt u echt kijken voor uh, toekomstgericht, kijk naar object-based storage. VSAN is een voorbeeld van object-based storage. Nou, meteen op VSAN inhakend vSAN is natuurlijk het software-defined storage product van VMware. Daarmee hebben we eigenlijk gewoon, wat we hebben nu traditioneel gezien altijd een, een server hadden. En die maakte via uh, Fibre Channel of iSCSI of uh, allerlei storage protocol verbinding met een grote machine ook in het datacenter. Uh, ja, die le daarmee leverde je storage. Maar er was natuurlijk ook een grote machine voor nodig. Met VMware vSAN hebben we gewoon allerlei hosts bij elkaar met SSD- en HDD-disken in de vorm van een hybride architectuur. Maar dat kan ook al Flash in combinatie met alleen SSD's of NVMe-type disken. Nou, die disken zitten gewoon lokaal in de servers en die worden eigenlijk op een pool gegooid, zodat je, de, so, zoals je ook in de afbeelding kunt zien, uh, worden daar diskgroepen van gemaakt en uiteindelijk vormen die diskgroepen je capaciteit op je vSAN datastore. Nou, een stukje storage virtualisatie, dat is natuurlijk VSAN, dat is natuurlijk een software defined storage. De functionaliteiten binnen VSAN, dat is nog wel interessant. Uh, zoals al eerder aangegeven, zit, er, zat er binnen vSphere ook storage policy based management, maar met die policies, daar zit, daarin zit een functionaliteit waarmee je ook VSAN-achtige zaken kunt beheren. Denk daarbij aan uh, rate levels. Uh, een RAID 5-6 erasure coding, wat uh, heel veel storage uh, ook weer uh, kan besparen. De storage space uh, savings noemen we dat dan. Deduplicatie en compressie is ook zo'n storage space saving uh, functie. Tegenwoordig in VSAN 7 zit ook compressie alleen, dus zonder de deduplicatie. Uh, waarom hebben ze dat gedaan? Nou, ja, Simpel, compression only, zoals we dat noemen. Uh, als je die, die functie aanzet en uh, er gaat een uh, capaciteitsdisk kapot, dan is niet je hele diskgroep weg. Met deduplicatie en compressie is dat wel het geval. Dus vandaar dat ze met deze functie in vSAN 7 zijn gekomen. Data at rest bestaat al een tijdje in, in vSAN, en data in transit is ook nieuw in, uh, in vSAN 7, waarbij je dus ook uh, in transit, zegt het al, het, het, de storage die uh, gerepliceerd wordt over het VSAN-netwerk uh, wordt daarmee ook geencrypt. VSAN file is ook nieuw. Uh, daarmee kunnen we NFS en SMB aanbieden voor uh, niet-VM-gerelateerde niet workloads. Dus denk daarbij aan een fysieke machine uh, of een VM die uiteindelijk toch wel NFS nodig heeft, of SMB. A remote VSAN, oftewel HI Mesh. Dat is ook een uh, mooie functie binnen vSAN wie, uh, waarmee je dus eigenlijk gebruik kan maken van uh, bijvoorbeeld een compute-only cluster, waarbij je dus toch gebruik kan maken van de storage van een ander VSAN, uh, vSAN datastore. Het andere het networking product van VMware, het software-defined networking product beter gezegd, dat is natuurlijk NSX-T. En als we gaan kijken naar wat NSX-T allemaal te bieden heeft, dan is dat van, met name de laag 2 over laag 3 uh, encapsulatie, noemen we dat, in de vorm van overlay Mooi om te zien om in het plaatje. Je ziet hier twee plaatjes in dit geval. Dat wil ik even toelichten. Uh, het bovenste plaatje geeft echt de architectuur van NSXT weer, de productarchitectuur. En het onderste plaatje, daar kom ik zo even op terug, want dat is een van de productfunctionaliteiten. Een van de mooie productfunctionaliteiten van NSXT. Dat is micro-segmentatie. En is natuurlijk Software Defined Networking. En hier komen we even bij de productfunctionaliteiten. Uh, wat je natuurlijk op fysieke netwerken al vindt: switching, routing, firewalling. Dat wordt allemaal die fysieke netwerkfunctionaliteiten. Die worden allemaal verplaatst naar de software. Waardoor je dus vanuit de software dit kan beheren. En uiteindelijk, als je die stap hebt gemaakt in de digitale transformatie, kun je dit ook automatiseren. Daarover later meer. Nou, wat ik al. Uh, heb toegelicht. Uh, Microsegmentatie, een van de mooie functies van, van NSXT. En uh, om, om even daarop terug te komen, NSXT bestaat natuurlijk uit, uit een stukje networking en een stukje security. Tegenwoordig is dat ook separaat af te nemen, kun je NSXT security apart afnemen zonder dat je iets met laag 2 over laag 3 uh, wilt doen en dat je gewoon VLAN's gebruikt voor het, voor het traditionele stukje. Nou, een aantal stateful services binnen NSXT, de bekende uh, infrastructuurservices uh, noem ik het dan maar even, alleen ditmaal in de software, DSP, DNS en natuurlijk NAT. Load balancing, heeft u bijvoorbeeld in uw, uh, in uw bedrijf uh, Citrix Netscaler of F5 uh, fysieke load balancers, dan kunnen deze binnen NSXT uh, verplaatst worden naar de software en dan kunt u dus in uw datacenter die fysieke... Uh, maar dat, was niet, dat geldt niet alleen voor het load balancer stukje. Maar ook voor die shared storage waar ik het eerder over had. Die kunnen allemaal geconsolideerd worden in een software. Waar, waarbij je dus heel veel bekabeling bespaart. Heel veel energie. Heel veel de, 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 ja, de, de koeling. Het heeft ook impact op koeling. Want je, die koeling hoeft minder apparaten te koelen. Dat gaat uiteindelijk ook fysiek heel veel impact hebben. Nou VPN ook een belangrijke. Want ja, tegenwoordig is VPN natuurlijk wel veel. Het is gewoon een software uh, het ding, maar het is natuurlijk op een fysieke router of een fysieke firewall aanwezig. Dus dit is ook in de software aan te bieden. Even terugkomen nog op dat stukje load balancing. Er is binnen NSX ook NSX Advanced Load Balancer. Dat product dat wordt momenteel uh, geïntruggeerd binnen het NSXT uh, networking portfolio. Dat is het oude AVI-network? Ja, correct. Dat is inderdaad uh, het product van AVI Networks. Waarbij je dus een, zelfs een aparte control plane en dataplane hebt uh, voor je, voor je netwerken. En je hebt ook veel meer, uh, ja, ik noem het altijd een Engelstalig woord, visibility. Je hebt veel meer inzage in op het moment dat, dat er iets mis is. Bijvoorbeeld, als ik ga kijken naar een product als Horizon, daar zou je hem voor kunnen zetten, maar een connectie valt weg van een eindgebruiker. Een beheerder moet dat gaan troubleshooten. Nou, met die control plane van uh, het. De NSX Advanced Load Balancer wordt dat vele malen eenvoudiger, want je kunt echt pinpointen waar je issue, uh, waar je issue zich bevindt. Is dat tussen client dus en load balancer of tussen load balancer en server? Maakt dat klinkt, het veel? Dat wel. Nou, zeker. Nou ja, dan heb ik compute, vSphere, ASXC en vCenter server. Dan heb ik storage, VSAN. En dan heb ik networking, NSXT bij elkaar. Maar wat is het nou het mooiste is als je met die Drie, dat is dan de, de Software Defined Networking Stack, of de Software Defined Datacenter Stack bedoel ik, die heb je compleet, maar je wilt natuurlijk niet je vCenter server installeren. Eerst je ESXi hosts installeren, afconfigureren, um, uiteindelijk vCenter server installeren, de ESXi hosts koppelen aan server, uh, een vCenter server, een vSAN cluster maken, distributed switch maken, al dat soort high-level handelingen die je moet doen om zo'n Software Defined Datacenter te gaan bouwen. Ja. Wat is het mooier als ik de volledige Software Defined Datacenter uh, Stack kan automatiseren? Ja, binnen VMware Cloud Foundation, want dat is het product hierachter, zit, zit een apart component met dezelfde interface als je gewend bent, dezelfde HTML5 interface zoals je gewend bent met NSXT of uh, de VSphere Client. Um, daar heb ik dus die hele stack geautomatiseerd. Het brein daarachter is SDDC Manager. En SDDC Manager. Managed, zoals het al zegt, je complete software-defined datacenter. Nou, hoe bouw ik zoiets op? Want ik moet, het is heel simpel, ik kan niet zomaar iets. Ik moet input hebben om output te kunnen genereren. Dus er is een appliance, gewoon te downloaden van VMware op de MyVMware bekende site, waarbij je dus sowieso al ESXi kunt downloaden. Daar is een nieuwe appliance, die heet Cloudbuild. Er is een Excel sheet, er is dus een deployment. Parameter sheet, dat zegt het al: parameter. Die moet gevuld worden, daar moet input aan gegeven worden. Dus denk daarbij aan naamgevingen van NSX managers, ...face center naam, IP-adressen, maar ook vrijwel ja, ook technische zaken rondom het netwerk, zoals BGP-zaken, het bekende Border gateway protocol uh, ...dynamisch Dynamics-Router-protocol. Ja, met die Excel-sheet gevuld, geef ik die Excel-sheet aan die CloudBuilder en die CloudBuilder deployt voor mij. De hele het hele managementdomein, dus eigenlijk alles wat u aan de linkerkant, linksboven ziet, wordt gedeployed. Wat is daarvoor nodig? Wel vier voor, vooraf geïnstalleerde ESXi hosts, dus minimaal vier hosts om je vSAN cluster uiteindelijk mee te kunnen bouwen voor je managementdomein. Nou, uiteindelijk met het managementdomein wordt ook die SDDC manager, die wordt ook uh, opgeleverd. Nou, op het moment dat die is opgeleverd, is de cloudbuilder uit het spel. Kan ik alles regelen vanuit de SDC Manager? Wat wel heel belangrijk is: er zijn nog steeds een aantal zaken die je vanuit NSXT Manager regelt: de management, uh, het, de management plane van je networking, die je vc client. Je moet dus goed weten wat je op SDC Manager doet en op VCenter Server of op NSX Manager. Doet. Dus dat is belangrijk. Maar wat doe je in ieder geval op die SDC Manager? Dat is het uitrollen van die verschillende virtual infrastructure workload domeinen. Dat is het mooie eraan. Die kun je geautomatiseerd uitrollen. Daarbij is echter wel nodig dat je het aantal ESXi hosts, wat minimaal vier is voor vSAN, dat je die hebt. Maar het hoeft niet alleen maar vSAN te zijn. Je kunt ook gebruik maken van uh, vMFS over Fiber Channel of NFS. Uh, of, of via VVols via, uh, kan zelfs ook te, uh, tegenwoordig. Dat kan niet voor het management domein, maar wel voor VI workload domeinen. Um, daarnaast is het Planning, het stukje planning is echt kritisch met VMware Cloud Foundation. Zorg dat je het goed gepland hebt. Bijvoorbeeld, tegenwoordig in vSphere 7 hebben we Visual Lifecycle Manager, uh, waarbij je met een desired state, je image, kun je tegelijkertijd parallel heel veel hosts voorzien van het, je lifecycle management. Dus je kunt ze upgraden. Uh, en daarbij heb je ook integraties met firmware van uh, de bekende Vendora HP, Dell, noem maar op. Um, het is belangrijk dat jij de keuze maakt tussen de ouderwetse baselines of de nieuwe uh, VLCM methode. Doe dat vooraf, want je kunt dat na het deployen van zo'n VI workload, kun je dat niet meer wijzigen. Dus het is belangrijk dat je dat goed plant en daar goed over nadenkt, want VLCM is niet te gebruiken met stretch clustering. Dus heb je hele hoge beschikbaarheidseisen voor je omgeving, wil jij graag stretch clustering gebruiken? Ja, dat gaat in, dan, dan is er wel een implicatie dat je geen een Lifecycle Manager kunt gebruiken. Dus denk daar goed over na. Dus dat zijn allemaal van dat soort keuzes. Nou, wat ik al zei, een van de productfunctionaliteiten van VMware Cloud Foundation is Lifecycle Management. Lifecycle Management van die hele SDC-stack. En het mooie is dat uh, wij in, in, in het verleden nog wel eens te maken had... met uh, de compatibility-interoperability ma compatibility, matrix, waarbij je moest zoeken welke versie met welke versie compatible was van VSphere, van vSAN, NSX en noem maar op. VMware doet het met VMware Cloud Foundation voor jou door middel van een bill of materials. Een bom. Waarbij ze dus zeggen: Oké, okay, VCF versie X, daarin zitten deze versies van VSAN, uh, van EasyXi, van VCenter Server en ook van de v producten. Op zich al een uh, goed bruggetje. Um, we hebben een vraag gekregen of dat de hosts uh, die hier die van VCF gebruikt worden nog aan specifieke eisen moeten voldoen. De hosts, jazeker, ja zeker. Die, die, die zullen aan het. En de eisen moeten, want je, je, draait face, je, je gaat vSAN draaien en, en sowieso los van vSAN moeten er bepaalde zaken op de hardware compatibility lijst staan voor VMware. Dus je hardware moet gecertificeerd zijn en moet vSAN ready node zijn. Okay. Maar VMware Cloud Foundation werkt ook uh, met bijvoorbeeld een oplossing als VxRail van, van Dell. Een hyperconverged infrastructuur oplossing van, van Dell. Oké, okay, dus zolang de hosts op de compatibility lijst staan ja. en ook voor vSAN uh, geschikt zijn, zijn ze geschikt voor VCF? Zijn ze geschikt voor VCF, maar let op bij je netwerkkater, want je gebruikt ook NSX. Ja. En NSX heeft een bepaalde offload nodig. Dus zorg ervoor dat um, Jumbo Frames. Voor heel veel netwerkbeheerders wel bekend, als ja, zijn de, ja. de MTU size. Zorg ervoor dat die minimaal 6, 1600 is. Maar eigenlijk zeggen we al 1700 vanwege wat technische redenen. Die kan ik helemaal gaan toelichten. Maar nee, dat, zijn, dat zijn goede tips. Dankjewel. Dan die, die zijn doen. heel belangrijk. Zeker. Uh, het passwordbeheer, want dat is ook mooi, want ja, ieder product, Ezexie, vCenter Server, v producten, noem het maar op, die hebben, password, die hebben een password policy en daar staat een expiration in. Ja, die is vaak 90 dagen in het algemeen gezegd, kan afwijken. Ja, je kent het wel in de traditionele omgevingen, men vergeet die passwoorden te wijzigen. Nou ja, wat gebeurt er? Password expired en uh, heel gedoe tussen allerlei beheerders van ja, wie weet dit wachtwoord nu, heeft het wachtwoord daar opgeslagen? Je kent het wel passwordbeheer, vanuit de SDDC manager, met één druk op de knop, kan ik al mijn wachtwoorden wijzigen van ESXi, vCenter server, NSX managers, vRealize producten, ik kan ze zelfs, ik kan zelfs de rotation van die, de, dat ze gewijzigd gaan worden, kan ik schedulen, kan ik inplannen, ik kan zeggen, iedere 30 dagen, ongeveer iedere maand, dat ik die wachtwoorden ga wijzigen. Ja, ideaal, bespaart je heel veel tijd en zorgen. Certificaatbeheer, certificaatbeheer is een, ook een Hele mooie functie binnen de SDC Manager, waarbij de SDC Manager een koppeling kan leggen met een Enterprise PKI via een Microsoft CA. Tot op heden is alleen Microsoft CA en OpenSSL ondersteund. Ja, OpenSSL heb je niet zoveel, om heel eerlijk te zijn voor dat stukje. Maar je kunt het wel met een Microsoft uh, Certificate Authority koppelen. Waardoor je dus met drie muisklikken het certificaat van vCenter Server NSX al die producten weer kunt vervangen. Bespaart je wederom heel veel tijd. En zoals Joris dat al in het uh, IT Value Model uh, heeft laten zien: het is multi-cloud ready. Dus ik kan het, het on-premise, maar kan ook aansluiten op uh, AWS, Azure met een Azure VMware Solutions of een VMware Cloud on AWS, maar ook op Google Cloud. Dus kan die, die oplossing is daar ook beschikbaar. Nou, dan gaan we e nu even over naar de optionele producten binnen VMware Cloud Foundation. En eigenlijk, ja, voor de meeste enterprises is dit wel een, een bijna een must-have. Omdat, ja, je hebt, het is leuk dat je infrastructure as code hebt gedaan voor uh, je computer, je network en je storage. Maar je moet nog steeds via die vCenter server je VM'tje virtual machine maken en configureren. En of het dan nu een Linux of een Windows machine is, je moet nog steeds binnen Windows een, een rol installeren om, uh, om een fileserver te installeren of... Uh, Actors Directory of iets dergelijks. Binnen Linux moet je nog steeds Apache of iets dergelijks installeren als webserver. Noem het maar op. Ja, stukje automation. Met name V-Realize Automation, zoals je al op de tweede bullet ziet staan. Maar we gaan eerst eventjes kijken naar V-Realize Lifecycle Manager. En dat zegt het al. V-Realize Lifecycle Manager is verantwoordelijk voor het lifecycle management van die V-Realize producten. En V-Realize Lifecycle Manager wordt geautomatiseerd gepatcht door die SDDC-manager in VMware Cloud Foundation. Deze stack valt ook los te implementeren vanuit VMware Cloud Foundation. Dat als je zegt van ik wil geen compute storage en network, ik wil alleen maar die v Suite, dan kan dit los geïmplementeerd worden. Nou, V-Realize Automation, wat ik zo net al vertelde, is voor de workload automation. Dus wat kan ik met V-Realize Automation? Ik kan een koppeling maken met mijn workload domeinen, een VCF. Maar zoals je dat in de afbeelding al ziet, ik kan ook koppelingen maken met AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, uh, om daar workloads te deployen. En dat kan ik doen op basis van blueprints. En ik kan ook configuraties in die workloads fine-tunen, zodat het eigenlijk heel veel tijd bespaart. Velas Operations Manager is noodzakelijk voor monitoring. Hij, die monitort eigenlijk de hele keten en doet ook een stukje right sizing van VM's als bijvoorbeeld een uh, er zit een soort van uh, AI-model in, wat dus over de tijd berekent van oké, okay, deze workload gebruikt daadwerkelijk maar zoveel CPU. Ik kan zo bij wijze van spreken, ik heb 10 CPU's uitgegeven aan een, een virtual machine. En uh, ViewWireless Operations Manager zegt van: Ah, je kan makkelijk af met twee. Dan bespaart je de acht. En die acht kun je weer uitdelen aan andere workloads, waardoor je dus resources bespaart op je ESXi hosts. Dus dat, dat, dat is het mooie van ViewWireless Operations Manager. ViewWireless Login Site voor de logging en analytics. Um, het is, hij zet eigenlijk ongestructureerde uh, logging over in, gestru in gestructureerde logging, waardoor je dus heel makkelijk uh, grafieken eruit krijgt en heel makkelijk als er een. Een issue is binnen je virtuele infrastructuur, of dat nu op VSphere is, op VSUN of op, uh, uh, op NSXT, maar ook op andere derde-partij producten. Daarvoor kun je zogeheten management packs importeren. Bijvoorbeeld, als ik een, toch nog een, een, uh, een storage product gebruik, zoals NetApp, Dell Del EMC of HP3PAR, dan kan ik daar management pack voor importeren en kan ik dat alsnog in de logging meenemen, zodat die toch de hele keten uh, pakt. Nou, nog een extra product binnen VMware Cloud Foundation... maar dat staat, kan ook natuurlijk los van VMware Cloud Foundation... want het is multi-cloud. Dus je kunt dit ook deployen op, uh, op AWS en uh, et cetera. Dat is natuurlijk vSphere with Tanzu. In dit geval is het vSphere with Tanzu. Maar daarbovenop zit een andere vorm van Kubernetes... want vSphere with Tanzu is eigenlijk gewoon Kubernetes. En Kubernetes is een container orchestratieproduct en uh, daarbij, wat Joris ook al eerder aangeeft, wat je ook in het IT-value-model zag, om naar die digital enterprise toe te gaan, zul je niet alleen je infrastructuur moeten uh, evalueren, maar ook je applicatielandschap. En Viso Tanzu draagt daar met name aan bij. En die heeft VMware nu gecategoriseerd in twee soorten uh, type producten, de, de echte Tanzu runtime services en de hybrid infrastructure services. En dat zijn meer de APIs die de integraties leggen met... Uh, uh, met vSAN, met NSXD. Tanzu Runtime Services, er is er nog eentje extra, dat is, dat is sinds update 2, nou, een klein detail, een VM, uh, een VM service voor Tanzu, die is er tegenwoordig ook al, staat niet in dit plaatje. Maar de Tanzu Kubernetes Grid Service, wat eigenlijk Kubernetes is. Um, de Hybrid Infrastructure Service, de vSphere Pod Service. En wat is nou eigenlijk het verschil tussen Kubernetes Grid Service en vSphere Pod Service, want ja, je hebt viseo pods, maar je hebt ook Kubernetes grid. Dus dat is eigenlijk toch een beetje soort van hetzelfde. Ja, het is een beetje hetzelfde, maar eigenlijk toch ook weer anders. Want die viseo pod die draait op je E6I server rechtstreeks en het geeft de meeste security isola isolatie. Gaat met je lifecycle mee van je ESI hosts. Die Tanzu Kubernetes grid service zit boven erop. Heb je bijvoorbeeld developers die gewoon het lifecycle management lekker zelf willen doen, dan kun je die Tanzu die Tanzu Kubernetes grid service uh, aanleveren, waardoor de developers gewoon het lifecycle management hun eigen beheer hebben. Dus beide een prima optie, ligt een beetje aan het scenario. Ja, inderdaad. Wordt word ook beide voorlopig nog ondersteund? Ja, wel uh, zie je vanuit de toekomst dat het meer naar die Tanzu Kubernetes Grid Service toe gaat, omdat dat de developer toch de meeste Okay. Ja, agility geeft de, de dat ze meest snel zijn, want hoeven ze niet met in, minder met infrastructuur. Anders moet infrastructuur, de, de operator moet dan naar die developer toe. Ja, we gaan nu uh, een ASXI-laag updaten. Dat heeft even impact op je vies rapport. Ja. Ja. Nou, het, het is fijn dat hij inderdaad zelf wat meer flexibiliteit krijgt. Ja, zeker. De network service, dat is eigenlijk de, de integratie tussen, de, tussen het supervisor cluster binnen Tanzu. Want daar worden supervisor clusters gemaakt. Dus eigenlijk je Kubernetes Master is dat eigenlijk. En je ESXI-hosts je zijn, uh, zijn je workers. En daar draait ook een component op dat heet Sverlet. Niet te vergelijken met de de, dezelfde variant, Kubelet van Kubernetes. Maar die network service die moet vanuit de Supervisor cluster praten met uh, de NCP, de NSX Container plugin. Waar is dat nu voor nodig? Nou ja, uh, je kunt leuk heel veel modern apps hebben, maar binnen je applicatie heb je ook een service type die heet load balancer en dan voelt het gaat het lampje denk ik al branden NSX levert je load balancer aan je networking en met name die stukje load balancer en daar is is zo'n advanced load balancer ook weer uh, van toepassing dat dat ja als, als je echt een grote een hele grote omgeving hebt met veel modern apps dan uh, dan dan is zo'n advanced load balancer ook ook iets om naar te kijken ja wat je hetzelfde doet met networking doe je ook met storage um, de, de CSI, de, de, de Container Storage Interface van het Supervisor Cluster... praat met de, de, cloud, native, uh, de, de cloud Native Storage aan de vcenter kant, dus een vCenter-service die draait... waarbij dus de Storage Classes... dat is het uh, type aan de Kubernetes-kant... en het type aan de infrastructuurkant is Storage Policies... dat dat met elkaar kan praten. Dat persistent volumes van Kubernetes draaien op uh, vSphere, zowel de developer heeft geen omkijken, naar, die kan gewoon zijn gang gaan en die, uh, die zaken specificeren in een zogeheten YAML file. En ja, die YAML file wordt gewoon uitgerold en onderhuids wordt gewoon dat persistent volume claim op die vSAN datastore gemaakt. Je infrastructuurbeheerder heeft dat overzicht van welke, uh, ja, welke persistent volume claims allemaal draaien en die kan daar ook limieten aan koppelen. Je kunt resource-limieten koppelen, is, uh, allerlei zaken kun je op namespaces beheren met um, binnen, v, binnen je Vies of VMware Cloud Foundation omgeving. Nou, Zo'n oplossing vSphere with Tanzu op VCF heeft weer een grote implicatie dat je alleen baselines kunt gebruiken en geen uh, vSphere Lifecycle Manager, tot op heden. De registry service, embedded, en, en, embedded, zit er in, in vSphere en ook in, in VMware Cloud Foundation, kun je met één druk op de knop Harbor, dat is het eigenlijk het bekende image registry. Uh, uh, wat je embedded kunt, uh, kunt inschakelen met één druk op de knop. door alleen maar een storage policy te specificeren. Heb ik al harbor. Dan kan ik die gewoon aan mijn developers aanbieden. Hier heb je harbor, zet daar je, je containers maar neer. Ja, veel plezier. Handig. Nou, waar we nu eventjes naartoe gaan is uh, de whiteboards. Een soort van whiteboard sessie. Het zijn wel plaatjes, maar in de vorm van whiteboards. En als daar nu vragen over zijn, dat je dingen ziet in die whiteboards zo meteen: van, hey uh, dit is me toch even niet duidelijk, want zoals Joris al eerder aangaf, benut die, de Q&A functie ervoor en dan kunnen we eventueel, we kunnen ook overschakelen naar de daadwerkelijke whiteboards om eventueel hands-on uh, zaken bij te tekenen. Dit, deze whiteboard sessie heet van traditioneel naar cloud foundation en dat zie je ook terug in het conceptuele stukje wat Joris al heeft toegelicht. Van, uh, van wat het hele IT value model is, van die, die, die simpele IT infrastructure partner naar uh, digital enterprise. Nou, dit model, het uh, traditionele infrastructuurmodel, daar zijn de meeste organisaties al van afgestapt, want binnen de meeste organisaties zie je wel een vorm van virtualisatie terug. En meestal is dat, is dat vSphere wat dan gebruikt wordt. Nou, binnen dit model uh, moet je jezelf een paar, vragen, uh, een paar vragen stellen: wat is nu mijn huidige situatie? Wat zijn mijn uitdagingen? Ik heb, ik heb veel CapEx, ik heb heel veel hardwarebeheer, want ik heb zoveel servers. Ik heb weinig consolidatie. Ik heb, het is heel beheerintensief uh, en ook resourceintensief. Nou, dan gaan we naar het model wat de meeste organisaties al wel kennen: hier zit uh, vSphere in. En de combinatie van ESXI geïnstalleerd op. Deze servers. In dit, in dit geval schets ik hier een voorbeeld met iedere keer vier servers. Nou ja, dat kunnen er ook 64 zijn. Een beetje een maximum aanhouden van, van een vSAN cluster. Dat maakt niet uit, maar om het even goed te, te visualiseren. Binnen dit model heb je server virtualisatie. Heb je vCenter server, wie de ESXi hosts beheert. Daarbij heb je vaak al een shared storage in de vorm van NetApp, Dell EMC, waarbij met een... Waarbij een een storage adapter uh, een connectie legt met dat storage systeem en die storage wordt geprovisiond richting de e hosts. Maar dat storage systeem staat wel in je datacenter en dat, is, dat zijn vaak wel flinke systemen. Veel bekabeling, veel koeling benodigd, etcetera, etcetera. Nou ja, wil je hier dus vanaf, wil je meer naar software defined, want, daar gaat, want, want vanuit de software dingen aansturen is ook minder foutgevoelig. Uh, dat, dat werkt allemaal veel beter om je rate policy vanuit je software te beheren. Veel flexi flexibeler is dat. Om je rate policy gewoon binnen een storage policy te kunnen wijzigen. Dan naar die storage beheerder te gaan. En, en weer te vragen van ik moet een learn hebben. Of ik moet een uitbreiding hebben daarop. Nee, je kunt het gewoon vanuit één single pane of glass doen. Met v -San. Dus vraag je ook weer af. Waar, ik, waar sta ik nu als organisatie? De huidige situatie. Wat zijn mijn uitdagingen? Je hebt silos. Want waarom heb je silos? Je hebt... Dat team wat die, die vm laag beheert, de, de virtueel infrastructuurbeheerder, je hebt de storagebeheerder, je hebt de netwerkbeheerder. Uh, ja, die doen allemaal, die zitten allemaal op een eilandje. Uh, upgrades en updates blijft een uitdaging. Uh, wat zijn je, je uitkomsten in dit model? Nou ja, je hebt wel wat geconsolideerd ten opzichte van het vorige model, want je hebt, je bent servervirtualisatie gaan toepassen, uh, je bent wat efficiënter in je beheer, nog niet heel efficiënt, maar je hebt nog steeds ...wel een lage CAPEX, want ik heb nog steeds dat storage systeem bestaan... ik heb nog steeds heel veel fysieke network functionaliteiten. Ja, ik, ik ben zo begonnen in IT. Als, ja, uh, als, ja dat, dat geldt voor de meeste is VMware beheerder. Ja. En, en daarna is dus dan VESAN en NSX erbij gekomen? Ja, ja eerst in eerste instantie VESAN. Uh, dat is goed om naar te kijken, omdat dat uh, puur alleen storage pakt. Als je netwerk eerst gaat pakken, kan wel hoor. Maar dan heb je vaak met meer afhankelijkheden te maken. Ja. Low balance, als VPN verbindingen, uh, NAT, DSP... Dat is wat lastiger om te consolideren. Die, die storage is wat makkelijker. Vandaar dat, dat wij altijd aangeven... God, als je die roadmap gaat maken... doe storage eerst. Ja, als het kan. Eh, Server vervanging, dat soort ja. dingen. Ja. Exact. En er zijn ook organisaties die doen geen vSAN... maar die hebben wel NSX en vSphere. Kan ook. Ja. Uh, uiteindelijk ga je allemaal naar hetzelfde doel... en dat is uh, dat je dat infrastructure as code kunt uitvoeren... Uh, met VMware Cloud Foundation. Ja, en dit model... Uh, zie je al wat minder, iets minder uitdagingen. Uh, je hebt wat minder beheer. Je hebt natuurlijk wel heb je beheer aan je storage... maar dat doe je vanuit dezelfde interface... als dat de virtuele infrastructuurbeheerder al zat. Je ziet dat die shared storage is verdwenen. Uh, het gele lijntje is nu uh, in die ESXi host. Dat zijn die disken, die zijn op een hoop gegooid. Uh, er zijn diskgroepen van gemaakt. En ja, dat is je storage. En uh, met Storage Policy Based Management... kun jij aangeven van, oké, okay, rate level dit... Uh, op het cluster kun je aangeven, ik wil van bepaalde features gebruik maken. Dat kan allemaal. Je hebt iets lager CAPEX, dat shared storage Die is uitgefaseerd. Die heb je niet hoeven vervangen. Uh, dat scheelt je dat wat in de CAPEX-kosten, ook in, het, uh, in, in de koeling en in de stroom en in de bekabeling. Uh, het beheer is wat efficiënter geworden doordat je de storage, hoef je niet meer via een aparte interface te beheren, nee, vanuit de vSphere Client. Embedded, zoals we dat binnen VM noemen, in de kernel. Nou, als je dan, wat Joris al zei, uh, verder gaat kijken naar het stukje networking, uh, is wat lastiger, want hier zie je een kleine uh, je zie je een verandering gebeuren in, in het fysieke netwerk. En Ineens die functionaliteiten, wie ik ga heel even snel terug, die hierbij getekend stonden, zoals een firewall en een, een switch en een router, die zijn er natuurlijk fysiek nog wel steeds, maar de functionaliteiten op die fysieke devices zijn verplaatst, waardoor dus eigenlijk het netwerk minder complex uh, is geworden. Die load balancer is tevens ook richting de software vuist en dat zien we hier terug en uh, je ziet ook meteen een stukje network architectuur erbij getekend de leaf en spine architectuur die is vaak al aangeraden NSX is natuurlijk gewoon ondersteund met het met het ouderwetse uh, access distributie core uh, model maar ook met een hardware software defined network en daarbij geef ik altijd de ACI van Cisco een uh, groot voorbeeld uh, Cisco probeert de virtualisatielaag te managen vanuit VMware, hebben we een andere strategie om dit te managen vanuit de software daadwerkelijk. Als we uh, deze componenten hebben, dit is eigenlijk het private, ja. private cloud? Ja, dit is de private cloud, ja. 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 Exact. Nou, dan, dan zijn we linksonder in het plaatje, wat, ja. uh, wat ik presenteerde. Ja, precies, exact. Het is wel goed om dat, uh, om dat aan te vullen uh, f, ja, voor de kijkers dat ze weten, oké, okay, hier zit ik ongeveer in dat IT value model. Uh, je ziet wel hier dat er weer meer uitdagingen bij zijn gekomen, maar dat komt meer omdat men hier, op het moment dat men hier is, gaat men nadenken. Oké, okay, uh, wat doe ik met automatisering? Want ik heb nu wel steeds meer softwareproducten, maar die moet ik ook beheren. Dus daar ga je over nadenken. Het dus gaat over automatisering en upgrades en updates nadenken, maar je gaat ook naar je applicatielandschap kijken. Van uh, ik heb hele traditionele applicaties en daar moet ook iets aan gebeuren, want ook dat moet mee met de toekomst. Cloud-keuzes, op een gegeven moment komt public cloud in het verhaal, het stukje multi-cloud waarbij ik dus die keuze kan maken tussen uh, wil ik het on-prem, is mijn workload geschikt voor on-prem of meer geschikt voor public cloud? Of is het goedkoper on-prem? En of het goedkoper is, dat is ook een leuke. Dat komt later, dat komt in het volgende model, uh, zal ik er nog even een toelichting op geven, want daar heeft VMware ook producten voor, wie dat voor, uh, voor u berekent. IT-uitkomstenconsolidatie. worden veel zaken op het netwerk geconsolideerd. Uh, heb je een F5, heb je een Citrix Netscaler? Nou, die kan gewoon uh, de software in, die kan uitgefaseerd worden. Als die fysiek is, natuurlijk. Routers zijn er nog steeds, in de vorm, in de vorm van uh, een stukje core, uh, core router of switch. Uh, to, Top-of-rack switches zijn er natuurlijk. Uh, die fysieke zaken zijn er nog steeds, maar de functionaliteiten zijn gevirtualiseerd. En ook door middel van laag 2 over laag 3, zoals al in de eerdere sheets aangegeven, uh, ja, heb je gewoon veel meer flexibiliteit in je, in, je, in je networking. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Ja, dat is eigenlijk het verhaal wat het, het netwerkmodel uh, omvat. En als je de, deze hele stack hebt, ja, dan, dan ga je nadenken, wat ik al eerder zei, vandaar die vele uitdagingen. En uh, dan kom je eigenlijk op het volgende model: het Cloud Foundation model. En uh, daarbij zie je een aantal optionele componenten in het rood terugkomen, maar ook in het uh, oranje en in het, uh, in het blauw. Uh, je ziet nog steeds die Software Defined Datacenter stack met compute, networking, storage. Maar je ziet er een aantal zaken die erbij gekomen zijn. Je ziet die Cloud, uh, die cloud Builder aan die. Uh, of in ieder geval de operators aan de rechterkant. Sorry, de Cloud Builder komt in het volgende plaatje. Die, is wat, die behoort tot de technische, de technische sessie. Maar je ziet die operator aan de rechterkant zitten. En die, die maakt gebruik van VMware Cloud Foundation. Dat kan ook op VMware Cloud on AWS. Dat kan op uh, Medallium, CVX Rails, zoals al eerder aangegeven. Um, en je ziet er ook bij komen dat het niet alleen maar datacenter is. Maar ook die public cloud en die edge. En als mensen nu zich afvragen, wat is nu, wat is nu de edge... Een beetje een aparte term. Ja, de edge kan zijn iets wat uh, een telco-netwerk of zo, uh, waar network functions virtualization zich voordoet, uh, 5G-providers. Nou, dat is meer de edge, of de edge kan ook zijn dat het echt bij een branch is dus die heel, heel ver weg zit. Ja, daar zijn ook allemaal technologieën voor, omdat, uh, daar is deze technologie voor, maar daar zitten specifieke functies in wie. Zoals ik al zei, network functions virtualization is een functie in NSX en dat draagt dan bij aan. Zaken die in de Edge draaien om daar uh, goed voor vorm aan te geven. En je ziet de developers aan de linkerkant. En je ziet ook het blauwe pijltje. Die doen iets met Tanzu, Kubernetes, Grid, Integrated. TKGI is de oude variant. Maar ook met de variant die op VSphere zit. VSphere with Tanzu. Uh, daarboven zie je Workspace One Access. Het mooie van die v suite is. Daar zit die v Suite Lifecycle Manager. Maar die v Suite Lifecycle Manager rolt niet alleen de v producten uit. Dus dat moet ik heel even terugdraaien. Dat, 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 dat rolt in de eerste stap eigenlijk Workspace One Access aan, een cluster van Workspace One Access, die eigenlijk voor het stukje identity en access management zorgt. Voor die V-realize producten. Maar niet alleen voor, v, uh, voor de V-realize producten. Er wordt een aparte Workspace One Access uitgehold, regionaal, want deze is cross-region, want je kunt VMware Cloud Foundation ook in meerdere regio's draa draaien. Het is eigenlijk hetzelfde voorbeeld als dat je dat bij Azure en AWS hebt, waarbij je dus kunt kiezen of dat je je, datacent je datacenter in de regio uh, uh, hier in de buurt wil hebben of uh, ergens in Amerika. Ja, zo, kun je ook je, dus zo is dat hier ook, uh, ook geregeld. Uh, om op die V-Realize producten neer te uh, terug te komen, um, een stukje workload automation met V-Realize automation is geniaal. Waarom? Ik kan bepalen of dat ik een workload on-prem draai, of ik kan bepalen of dat ik hem in de public cloud draai. Dat wisten we al. Maar er was, er was vroeger een appliance in de V-Realize suite. Die heette V-Realize Business for Cloud. Die berekende iets met kosten. Ja, um, dat is het mooie. Die is er niet meer. Maar die functionaliteit zit in V-Realize Operations Manager. Die doet de kosten. Die berekent de kosten. Ja, je is ah. voornamelijk bedoeld. Als, stel dat je zegt, goh, de energie is op dit moment goedkoper in uh, IJsland. Laat ik daar mijn, hosten, mijn, mijn diensten draaien. Exact. Um, of uh, met ondersteuning, dus je kan eigenlijk je hele datacenter blijven migreren... naar de meest optimale plek, ja, technisch. Ja, ja, technisch gezien uh, maakt Vue Realize Operations een integratie met Vue Realize Automation... om de kosten ja. van on-prem door te geven. En Vue Realize Automation met cloud-accounts maakt die koppeling ook met een AWS... en die kosten komen dan ook mee over, zodat die kosten samen zijn... en dat je vanuit de self-service portal een Vue Realize Automation... Kun je, kun je ja, bepalen van ja, je moet het natuurlijk wel hebben ingericht? Want ja, zonder input, geen output. Dus je moet het hebben ingericht. Heb je een blueprint gemaakt voor een Windows Server? En dan smaak je database server. Uh, en, dan, en dan krijg je bij: Oké, okay, nou ja, deze database server kost on-premise zoveel. En kost in die public clouds waar ik ook mee gekoppeld zit zoveel. Bepaal maar waar je hem wilt hebben draaien. En wij automatiseren de boel waar jij het wil hebben. En dat is de visie van VMware van dat multi-cloud ready. Ik kreeg een vraag in de, in de chat over, over een aantal hosts, hoe dat dan fysiek eruit zou zien. En dan komt het op zich wel goed uit voor de laatste paar minuten die we hebben. Mm -hmm. Zou je de fysieke architectuur kunnen laten zien? Ik weet dat die in je deck ja. zit. Ja, die komt inderdaad hierna. Dus uh, dat is mooi. Dus die gaan we eigenlijk meteen verder. Uh, en dat is inderdaad. Uh, de whiteboard sessie voor een logische en een fysieke architectuur. Kijk, logisch is meer de, de blokjes en de componenten, en fysiek is meer, oké, okay, hoe, hoe ziet dat er nu uit als ik het allemaal erin heb en in, in rechts heb verdeeld. En waar draait nu wat? Zelfde kleurtjes worden weer gebruikt. Um, eerst het uh, logische model. Daarbij heb je bovenin een management domein en in dit voorbeeld schets ik even met twee workload domeinen in blauw en in geel. Um, daarbij heb ik mijn eigen NSX Instances, mijn eigen Visa. Uh, en vanuit de, het management domein beheer ik alles. En daar heb ik ook die V producten. V-realized producten in het rood. Uh, dat zijn ook optioneel. Vies voor exact hetzelfde, optioneel product. Uh, afhankelijk van de licentie van VMware Cloud Foundation die je afneemt, heb je bepaalde producten wel in de licentie zitten, bepaalde producten niet. En dat geldt ook voor bepaalde functionaliteiten in die producten. Uh, er staan wat use cases uh, in, de, in de workload domeinen vernoemd, VDI machine learning, modern apps, noem het maar op. Een uh, voorbeeld staat geschetst met vier servers iedere keer. Uh, het is wel zo dat, de, en dat is wel even een belangrijk punt, als je een workload-domein maakt, let erop, de vCenter-server van het workload-domein, de NSX-managers van het workload-domein, die draaien in het management-domein. De edges van bijvoorbeeld een NSX, zoals je ook in de tekening ziet, die draaien weer in de workload-domeinen zelf, om dus noord-zuidverkeer, want de edge-node zorgt voor... De koppeling tussen virtueel en fysiek. En ja, die edge node die wil je zo dicht mogelijk op de workloads hebben. Dus in dat workload domein. Dus dat is de reden waarom dat qua referentiearchitectuur in het workload domein draait. En hier zie je ook een fysiek plaatje. De lieve spine technologie zie je terugkomen. Die cloud builder die staat hierin. Die, J die, die Excel sheet die wordt omgezet naar een JSON file. En vervolgens wordt er een validatiecheck gedaan. Want alles wordt gecontroleerd. Dus als je ergens niet aan voldoet, dan word je teruggeroepen. Moet je dat eerst... Uh, Eerst repareren. En uh, ja, zo ziet dat er in de fysieke RACs uit. Dus netjes gescheiden. Management domein en de twee workload domeinen. En ook weer het datacenter, public cloud en edge. Dan hebben we nog even een toelichting om van, ja, uh, wil dit, wil dit, uh, ja, wil je dit zelf uitproberen? Uh, wil je zelf feeling krijgen met de producten? En ook met VMware Cloud Foundation. Uh, dan kun je altijd naar howwell.vmware.com. Uh, dan kom je op de afbeelding van ondersta onderstaan kom je terecht. Uh, daarbij kun je een gratis account aan maken. Kun je een gratis gebruik maken van de Hanzel lab omgeving van VMware. Om dus dit uit te proberen. En er zijn specifieke labs, maar die kunnen we eventueel nog in de, in de notes achteraf naar ja, deze gaan sessie we, sturen. Dat gaan we sowieso doen. Ja, ja wat je inderdaad ziet, de hands labs zijn gebruikt. Het, uh, het zijn eigenlijk de locatie waar je alles van VMware kan ervaren. Uh, dus de digitale werkplek, uh, moderne security, ook het moderne datacenter zoals inderdaad VMware Cloud Foundation. Um, het staat uiteraard vrij mocht je vier hosts tot je beschikking hebben om het fysiek te ervaren. Dus bijvoorbeeld in een POC vorm, daar kunnen wij eventueel vanuit Fondo nog, uh, nog bij helpen. Hensel Labs zijn uh, geneste omgevingen voor gedefinieerd waar je eigenlijk uh, er eens mee kan spelen hoe makkelijk het is als beheerder uh, om inderdaad zo'n datacenter uit te rollen. Um, dus dat zijn vooraf opgezette omgevingen die, uh, die gewoon heel prettig werken. We zullen na deze sessie voor de deelnemers even in de mail zetten... welke hands-on labs wij adviseren om dit te, om dit te ervaren. Um, en daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van, van deze webinar. Um, Mark, super bedankt voor alle informatie. In, in, een, in een razendsnel tempo is er ontzettend veel besproken. Um, voor de kijkers thuis, um, mochten jullie nog vragen hebben... Um, we kunnen alle informatie zetten nog op onze website. Dus zorg dat je naar deze website, naar www.fondo.nl gaat... Um, daar komt ook de recording van deze webinar. Uh, neem contact op met Mark of met mijzelf uh, als we jullie ergens bij kunnen helpen. Dan uh, wens ik jullie uh, nog een fijne dag en dankjewel voor jullie aandacht.